Hallo beste kijkers, ik ben hier met Patrick. We zijn op station Amsterdam Centraal. De meeste treinen van de NS rijden allemaal één keer per uur, elk half uur. Vaak elk half uur, één keer per uur komt ook weinig nog maar voor. Maar er is één trein van de NS, die rijdt maar één keer per... Eén keer per week. Eén keer per week. Dat is de Intercity 1569 van Amsterdam Centraal naar Hengelo. En die gaan wij nemen. De echte Nederlandse spooktrein. Voordat we daar weer beginnen, ik heb net Patrick hier meegenomen naar Burgerij. Dat zit hier op Amsterdam Centraal. Kijk maar even voor jezelf. Met een halve liter slootwater uit Zoeterwoude hebben we toch wel zo'n lekkere hamburger naar binnen werkt, hè? Alleen op zaterdagavond om 19 uur vertrekt hier de Intercity 1569 naar Hengelo. Dus op naar spoor 13B. Normaal zijn alle treinen van Amsterdam naar Hengelo dit soort treinen, Duitse treinen, van de Deutsche Bahn. Alleen op zaterdag dus niet. Maandag tot en met vrijdag en zondag is het wel een Duitse trein die naar Duitsland heen gaat. Maandag tot en met vrijdag naar Hannover en op zondag naar Bad Bentheim. Deze niet. Dit is echt een puur binnenlandse trein, ook met een binnenlands treinnummer. Goed op mijn woorden komen. Ze roepen nu de IC Berlijn om, van spoor 10B. Het is vandaag de enigste avond van de hele week, omdat om 19 uur geen IC Berlijn vertrekt. Omroep is dus foutief. Daar komt onze trein aan, losse ICM4. Hoezo spooktrein, mokerdruk? Naar een eerste klas rijtuig. Dit zijn allemaal blauwe bankjes, dat is dus tweede klas. Oh, dit is hier een eerste klas. Eerste klas rijtuig. Korte pre-vertrek treinreview. We hebben een coupeetje geclaimd. Yes. Hallo Patrick. Hallo. Ik sluit je even op. En kijk, ik heb wat ontdekt. Oeh, een trein met een toilet. Zit op slot, helaas. We kunnen niet naar het toilet. Volgens mij gewoon bezet. Oh. Maar kan ook defect zijn, je weet maar nooit met NS. Maar in dat geval altijd je vierkant sleutel meenemen. Het toilet was bezet, kwam dat een gefrustreerde... Oh, om onder de graffiti. Zoals we gewend zijn. Toiletreview. Vaatzaait. Intercity met eindbestemming Hengelo. Onderweg gaan we voor een stop op station Hilversum aan. Let's go. Apeldoorn en Deventer. Gewoon een shot vanuit de trein. Eerste tussenstation is Hillywood. Prachtig Hillywood. En door. Utrecht over een vecht 19:50. De sprinter spoor 6. Zo, tussenstop nummertje 2. Dat is het station van Amersfoort. In december eet dat station Amersfoort Centraal. 19:36 gaan we verder. Let's go. Oh, voor jullie wel laten zien van het uitzicht. Maar het is herfst. Het is half oktober en het is avond. Donker. Welk uitzicht. Ja. We rijden over de Veluwe. Ik zal het gewoon even vertellen aan jullie. We rijden over de Veluwe. Ik zal het geloven. Kijk, beroemde koffieshop hier in Apeldoorn, het bunkertje. En dat is ook onze volgende tussenstop, Apeldoorn. Zo, het is inmiddels 7:45, weer een tussenstation. We staan nu op het station van Deventer stil. Deventer. Nog twee stations te gaan. Mango sap. Even een kleine status-update waar we nu rijden. Ik heb eigenlijk eerlijk gezegd helemaal geen idee. Oh, Holten, ik ken dit, Holten. En op station Holten stoppen wij, zoals je al ziet, maar niet.
Nou, weer een kwartiertje verder. We rijden nu wat langzamer. Hier is een geluidsbal en achter deze geluidsbal ligt de wijk Kerkelanden. We zijn in Almelo. Oh, en het ene laatste station van deze route, dat is station Almelo. Nog eentje te gaan. Nou, we joekelen nu weer met 130 door een station heen, waar toevallig een sprinter vertrekt. Daar staat mijn auto, die moet ik straks weer ophalen. Dit is station Bonne, hier woon ik. Nou, we komen aan op het station van Hengelo nu. De trein remt al af. Nou, het aantal eerste klasreizigers. Het was niet veel meer op het laatste stukje. Hier op dit stuk is het wel echt een spooktrein. Even een brangetje doen. Het is 9:03 en we zijn keurig op tijd aangekomen in Hengelo. Hoogwerker Centraal. Zo, keurig op tijd in Hengelo. Dat was de enige spooktrein van Nederland. Wat vond je ervan? Ja, prima. Dat was de ICN. Dus ja, tuurlijk. Lekker comfortabel. Keurig juist. Op tijd. NS, kwaliteit. Hartstikke mooi. Dankjewel voor het kijken naar deze video. We zeggen dan cheers om Bissum Dixon. Oh nee, het was geen Duitse trein. Nee, het is een Nederlandse NS Intercity trein. Later. En dat dikt.